Hallo, binnenkort breng je een bezoekje aan het CKVU. Dat is een van de culturele instellingen hier in Uden. Door middel van dit filmpje proberen we je alvast een idee te geven wat je daar dan te wachten staat. Stichting C organiseert een heleboel van deze bezoeken, het C-lokaal programma, om jullie te laten zien welke instellingen er in Uden allemaal zijn en wat je daar kunt doen. We hopen dan dat je er ook veel gebruik van zult maken. Veel plezier met het filmpje, maar zeker met je bezoek. De letters CKVU staan voor Centrum Kunstzinnige Vorming Uden. Bij het CKVU zijn diverse cursussen te volgen op het gebied van allerlei kunstzinnige vakken. Op hun site is het aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen te bekijken. Vaak ontdekt men, door deelname aan een van de activiteiten, onvermoede talenten. Daarnaast staat het CKVU open voor wensen en ideeën van kinderen en volwassenen. Zij ontwikkelen graag cursussen op maat. Docenten van het CKVU bezoeken ook het Udense onderwijs om leuke en leerzame workshops en cursussen te geven. Ook het bedrijfsleven maakt vaak en graag gebruik van hun aanbod. Naast alle cursussen die gegeven worden zijn er voorspeelavonden, concerten, theaterproducties en exposities. Ook wordt bijvoorbeeld in Theater Markant elke 2 jaar een prachtige dansvoorstelling neergezet. Het gebeurt ook vaak dat kleine orkestjes van het CKVU spelen in de Efteling, in een bejaardenhuis of bijvoorbeeld tijdens een receptie op het gemeentehuis. Ook hebben ze een musicalafdeling waar je de kneepjes van dit populaire genre kunt gaan leren. Bij de theaterproducties verzint de cursist de teksten en regisseert ook zelf. Vele mensen bezoeken het CKVU. Mensen van 4 tot ongeveer 90 jaar. Voor ieder is er wat te vinden. Het CKVU heeft prachtige lokalen voorzien van piano's en diverse apparatuur. Zo is er een digitale werkplaats met 10 computers. Maar ook de doka is een mogelijkheid voor degene die nog ambachtelijk foto's wil ontwikkelen. CKVU heeft 2 prachtige teken- en schilderlokalen, 2 danszalen en een slagwerklokaal. Er werken ongeveer 40 docenten die lesgeven op het gebied van beeldende kunst, dans, muziek en theater, naast de mensen van de administratie en het beheer. Uiteraard is er een directeur en een educatief medewerker. Wil je weten wat er in dit doosje zit? Misschien wel jouw talent.